Een hernia is middels fysiotherapie goed te verhelpen. We kunnen niet direct de hernia wegnemen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat we zo optimaal mogelijk omgaan met de hernia en zo goed mogelijk proberen te behandelen. Want we moeten altijd proberen een operatief ingreep te voorkomen, want die zijn ook niet altijd succesvol. Nou, middels fysiotherapie gaan we dus kijken wat uiteindelijk de oorzaak is, hè? Waarom ontwikkelen we nu een hernia, en aan de hand daarvan gaan we de hernia behandelen. Veel mensen ervaren pijn, hè? Pijn of uitstralende klachten van een hernia en we gaan dus die proberen eerst weg te nemen. Middels myofasciale technieken, dus massages van de spier, druktechnieken van de spier of middels dry kneeling, kunnen we proberen die spierspanning te reduceren, de pijn een beetje weg te nemen en de mobiliteit te verbeteren, waardoor we eigenlijk de druk een beetje op die hernia, dat we die weer leggen en daardoor ook minder klachten krijgen. Nou, dat waren de myofasciale technieken. We kennen ook mobilisaties of manipulaties door de heup te mobiliseren of het bekken te mobiliseren of de lage rug te mobiliseren of manipuleren. Dus boven het gebied van de hernia, dus de segmenten daarboven zitten vaak vast. Die gaan we dus losmaken, waardoor er ook weer minder druk op die hernia komt en eigenlijk de pijnklachten of de symptomen van de hernia gewoon minder worden of zelfs helemaal weggaan. Nou, daarnaast zijn oefeningen heel belangrijk. Met de fysiotherapeut ga je oefeningen doornemen die je thuis kan doen. Dus we gaan oefeningen doornemen voor de mobiliteit, om de heup en de rug los te maken. Maar ook oefeningen doornemen om eigenlijk die spierspanning wat weg te nemen door wat stretch te stretchen. En daarnaast moeten we de core stability verbeteren. Dus de rompstabiliteit van de romp, zeg maar, moeten we gaan verbeteren door de buikspieren in combinatie met de rugspieren te versterken, waardoor er minder druk komt op die hernia. Nou, ik zou zeggen, neem even contact op met de fysiotherapeut. Je kunt meteen een afspraak maken. En onder deze video kun je nog veel meer lezen over de hernia. Dan wil ik je bedanken voor het kijken. Tot ziens.